Kippen zijn getraumatiseerd. Want de haan is... hoe wat er precies gebeurt, ik weet het niet. Maar ik vond de haan dood. Er is echt helemaal niks meer van de haan over, behalve dit soort onderdelen nog. Nou ja, het is natuurlijk wel rigoureus echt allemaal opgegeten. Courgettes. Dat is een van de prettigste en makkelijkste dingen om te kweken die er zijn. Je neemt gewoon een zaadje, je stopt hem erin. Nou, en je drukt het dicht en je zet het in een warme kas. En dan komt het vanzelf uit en na een verloop van tijd heb je dan een plantje. En kan je dat buiten uitpoten. Dan is de volgende stap dat er een plantje opkomt. Heel klein, twee kiemblaadjes, meer heb je dan nog niet. En de daaropvolgende fase is dat die kiemblaadjes beginnen te splijten. En dat er dan uiteindelijk de eerste aanzet van de echte plant tevoorschijn komt hier. Snijbiet, gewone groene snijbiet gaan we zaaien. Het is een ondergeschoven kindje in de groentewereld. In de meeste groentewinkels kun je helemaal geen snijbiet kopen. Daar is helemaal geen plek voor. Alleen bij sommige biologische winkels kun je het krijgen. Het bederft ook vrij snel, dus dat is ook een reden dat je niet kunt kopen. Het lijkt een beetje op spinazie. Het is ook blad, ook groen blad, net als spinazie. Maar het is wat bitterder. Het is een heel ander soort zaad dan spinazie. Het zijn ronde bolletjes. Geert Mak heeft het in een van zijn boeken over snijbieten. Nou, dan weet je dus dat die man helemaal geen verstand van snijbieten heeft en er helemaal niks van weet. Want in het meervoud bestaat het helemaal niet, snijbieten. Het is gewoon snijbiet. Het is niet bieten. Het zijn niet knollen of zo. En hij, wat hij er verder over zegt, zal het verder het zwijgen toe doen, maar het is allemaal geraaskal. Dat is wel erg jammer. Er gaat nog een klein beetje compost overheen. Strikt nodig is dat niet, want snijbiet heeft het grote voordeel dat het overal groeit. Op de meest arme gronden. Snijbiet stelt helemaal geen eis aan de grond. De meeste mensen hebben moeite met die bittere smaak. Maar dat kan je verzachten door met melk te bewerken. Dan gaat het bitter een beetje weg. En ei is ook heel erg goed. Dus een van de lekkerste gerechten met snijbiet is een snijbiettaart. Want dan ben je die bittere smaak kwijt als je dat met veel ei doet. Deze zijn dus buiten afgehakt en die ga ik nu in de grond zetten. 2 dagen afgehakt. Ze moeten ook nodig de grond in. Ze beginnen al een beetje lichtgelig te worden, dus ze moeten snel buiten gezet. Nou, het plantje dat schud je zo uit zijn potje. Dat is dus al met heel veel wortels, zoals je ziet. Ze hebben zich helemaal fijn gevouwen. Dus eigenlijk hadden ze er al de grond in gemoeten. Maar ja, courgettes, die mag je eigenlijk niet planten voordat de ijsheiligen voorbij zijn. Dus pas na 15 mei mag je ze eigenlijk de grond in doen. Maar
Ik kan er echt nu niet meer mee wachten, ook al is het nu nog niet zover. En de kans, het risico op nachtvorst, dat moeten we dan maar incalculeren. Ik heb nog wat plantjes over, dus dan zou ik eventueel die plantjes nog kunnen gebruiken. Ik zet er een stuk of 6 neer, dat is een beetje overdreven voor 2 personen. Maar je moet rekenen dat je er heel veel mensen een plezier mee kunt doen. Dus je kan dan courgettes overal heen uitdelen. Dat is natuurlijk ook toch wel heel erg leuk. Ik probeer ze een beetje op gelijke afstanden te zetten. Dat is een ordelijke geest, denk ik. Dat is natuurlijk helemaal niet nodig, maar... Aan het zelf telen zitten allerlei voordelen. Je bent gewoon fijn buiten bezig en het is enorm ontspannend en rustgevend. Je moet het niet doen omdat je denkt dat je er goedkoper mee uit bent. Want dat is absoluut niet het geval. Als je grond laat omzetten door iemand, dan kost dat al gauw 300, 400 euro. En daarvan kan je een heel jaar behoorlijk veel lekkere groenten kopen. Dus daar moet je het niet voor doen. Dus er moeten andere dwingende redenen zijn om een moestuin erop na te houden. En het grootste voordeel is natuurlijk dat je alles zelf in de hand hebt. Dit zijn rode bessen. Soms kleurt er altijd eentje rood. Maar ze zijn ook vrij klein. En de zwarte bes is meestal al als vruchtje al wat groter. Nou, hoe dan ook, dit zijn zonder enig twijfel rode bessen. Nee, wij zijn de zwarte bessen. Die doen het misschien niet. Dit is een zwarte bes. Het is wat spaarzamer met zijn besjes. Zitten wat minder besjes aan. Ja, dit is een absolute zwarte bes. We staan er goed bij opeens. We zijn hier bij de courgettes die het mooi doen, die goed groeien. Dit zijn de mannelijke bloemen. Daar zit geen vruchtbeginsel aan, die zitten zo aan zo'n steeltje vast. Die mannelijke bloemen die kun je er ook afhalen en die kun je frituren, dat doen veel mensen. Het schijnt ook heel erg lekker te zijn, maar heb ik zelf nog nooit geprobeerd. Maar moet ik misschien ook eens proberen. Dit is de bloem. En hier zit de courgette, dit kleine dingetje hieronder. Dit is de vrouwelijke bloem en de vrouwelijke bloem heeft natuurlijk het vruchtbeginsel hier zitten. En dat is het courgette, dat komt er nu aan. Eerst stonden ze er slecht bij, maar ze hebben het toch aardig gered. Beetje strontwater erbij. Maar het werkt heel goed, dat heb ik zelf ontdekt. Dan neem ik een beetje verse mest van de koe, van de boer. En dat doe ik in een emmer en dan doe ik heel veel water bij. En dan laat ik dat een tijdje staan en dan krijg je gewoon water waar een beetje stront doorheen zit. En dat gooi ik bij die courgettes. En ik merkte meteen dat die planten allemaal begonnen te zingen van hoera, lekker, heerlijk, verse mest. Ik had dus een hele rij gezaaid en alleen dit is opgekomen. En dat is eigenaardig, want snijbiet doet het altijd fantastisch. Daar heb je geen omkijken naar. Dat groeit overal, dat heeft geen bemesting nodig. Dat komt stralen grond goed uit de voeten. Eigenlijk heeft snijbiet mij nog nooit in de steek gelaten. Altijd goed gedaan, altijd goed opgekomen. Altijd mooie snijbiet kunnen oogsten. Misschien slecht zaad, hè? Dat is ook nog een mogelijkheid. Gewoon geen goed zaad meer. Oud zaad. Dus ik heb nieuw gezaaid hier tussen die balken in. En dat hoop ik dan maar dat het dan alsnog komt nu aardig op. Ik zal wel nu wel binnen niet al te lange tijd een beetje snijbiet kunnen oogsten.
van. Veel is het niet. Als er geen vogels waren, zou die boom helemaal vol zitten. Maar ja, waar moeten die merels nou ook anders van leven? Maar van de zwarte bessen nemen ze dus niks, hè? Die worden helemaal niet opgevroten. Die zijn natuurlijk veel minder lekker. Maar wel nog veel gezonder. Nou, het zit vol met vitamine C. Ongelooflijk veel vitamine C. De meeste mensen die gaan ze bewerken, die gaan er sap van maken. En dan mengen ze het met aalbessensap om de smaak een beetje, die wrange smaak van die zwarte bessen weg te krijgen. Maar ik vind dat zonde, je moet ze gewoon rauw eten. Ze zijn eigenlijk heel erg lekker. Maar ook wel heel erg laxerend, dus daar moet je wel op verdacht zijn. Kippen zijn getraumatiseerd, want de haan is, wat er precies gebeurd is weet ik niet, maar ik vond de haan dood in het hok, althans de overblijfselen van de haan. Het kan een bunzing geweest zijn, maar een bunzing die bijt zijn strot af en die zuigt een beetje bloed en daar laat hij het bij zitten. En meestal komt de bunzing dan ook meteen de volgende dag weer terug om de rest af te slachten en dat is allemaal niet gebeurd dus. Ik weet niet zeker, een vos kan niet, want die kan er niet in. Het kan ook gewoon zijn dat de haan van ouderdom overleden is, want het was al een oud haantje. En dat hij door de in het hok aanwezige ratten vervolgens is opgegeten. Dus als die dood is, kan hij zich niet meer verweren natuurlijk. En daar zag het ook wel erg naar uit dat er in ieder geval, als er al een bunzing geweest zou zijn, dat daarna dan misschien de ratten de rest hebben opgeruimd. Want er is echt helemaal niks meer van de haan over, behalve dit soort onderdelen nog. Nou ja, het is natuurlijk wel rigoureus echt allemaal opgegeten. Ik zou er een nieuwe haan bij kunnen zetten. Als de haan bij is, dan houdt hij de boel een beetje in bedwang. Want anders gaan ze elkaar zo ontzettend lopen te pikken. En om de ratten weg te jagen is het ook heel goed. Nee, ik wil er toch wel liever weer een haantje bij hebben. Het is gelukt. Ja. Moet je met de auto halen dan? Ja, haal hem eruit. Weer een mooi doosje. Ik zal die... Ja, ik heb een mooi doosje ervoor. Ja, ik zal dat andere doosje, dat heb ik nog. Dat zal ik teruggeven, man. Ja, we hadden nog vrij veel haan, hoorde ik. Ik heb nu nog één haan over, denk ik. Nu nog maar één haan over. Ja, ik heb er een aantal weggedaan. Oh ja. Er waren een paar jongen, die waren ietsje ouder en voordat ze gaan kraaien, dan moeten ze de soep maar in. Ja. Maar je zou ze nou mooi los kunnen laten, dan kan je de onkruid opvreten. Dat denk ik ook wel over, maar ja, er zitten wel de hele tijd spermers hier. Oh. En ben je hem daar weer mee kwijt. Ja. Om erin laten? Ja, dat hebben we maar in. Zo, ja, je zal wel een beetje moe zijn. Oh, nog, hij is nog mooi jong. Ja, zo'n jong aan. Hij is denk ik van dezelfde leeftijd als die twee. Ja, als die twee hennen. Ja. Ze zijn wel erg mooi hoor, deze. Ja, prachtige kippen zijn. Prachtige beestjes. Ze zijn veel makker dan die krieltjes. Ja, ja. Moet je Hollandse krielen hebben. Ja. Dat is helemaal wat. Ja, nee, hier kan je gewoon mee lezen en schrijven met deze kippen. Dat is ook zo. Hij moet nou eventjes wennen, maar dat gaat waarschijnlijk heel snel. En als hier een dag is, dan is hij thuis hoor. Ja, dat zal wel. Het is een prachtig beest. Ja. Nou, geweldig. Hier. Twee mooie courgettes voor de soep van vanavond.
Groter dan dit hoef je ze eigenlijk ook niet te laten groeien. Dan zijn ze het allerlekkerst. Dan kun je ze gewoon rauw eten. Ik ga hier snijbiet oogsten. Je hebt wel veel nodig, want als je het gaat koken, dan slinkt het enorm. Dan blijft er eigenlijk niks van over. Dus je moet een enorme pan vol bij elkaar snijden of knippen. Kijk, als je dit nu zo snijdt, en je zou dit naar een winkel vervoeren, dan is het nog een dag goed. Maar het verlept heel snel, dus je kan het niet zo lang bewaren. En daarom zie je het in winkels heel zelden. Maar toch is het erg jammer, want het is een erg lekkere groente. En er zit heel veel vitamine C in. En allerlei mineralen natuurlijk. Maar ja, het is echt een groente die je zelf moet kweken. Er zit niks anders op. Ik denk wel dat dit genoeg is. Snijbiet wordt in Engeland wel poor man's spinach genoemd. Maar aangezien de teelt ervan veel eenvoudiger is dan die van spinazie, vind ik het onbegrijpelijk dat het bijna nergens te koop blijkt te zijn. Misschien is het slecht houdbaar en kun je het daarom niet krijgen. Of zou er een andere reden zijn? Toen ik er zo langs mijn neusweg en wat groentewinkels naar informeerde, werd het een paar maal schamper armeluisgroente genoemd. Wie lost voor mij dat snijbietraadsel op? Waarom is deze groente nergens te krijgen? En dat terwijl een oud-Nederlands gezegde luidt, op roggestoet en snijbietstengels gedijen zelfs de domste bengels. De snijbiet die wordt nu gekookt en slinkt dus enorm. Is ook al, de pan was tot hier vol en is nu voor de helft geslonken. Nou, dan kan die uitgegoten worden in een taartvorm. Ja, zou ook al lekker. Nog een beetje gratineren bovenop. Zo. Nou, dan gaat hij de oven in. Dan is hij over een klein uurtje is die goed. De courgettesoep is van opperste eenvoud. Gewoon een beetje melk en dan met heel fijne courgettes schaven. Pas dat je vingers niet meegaan. Dat is nogal vervelend. En dan krijg je een wonderheerlijk soepje. Het moet wel een heel jonge courgette zijn, anders dan werkt het niet goed. Nou, en dat laat je gewoon rustig koken. Hij hoeft maar heel even te koken, dus het is alleen maar dat hij net even een klein beetje. Geweldig. Niks lekkerders dan dit. Fris en ja, heel erg lekker.
Zo. Het is zeer stevig voedsel, dus het is zaak om daar niet te veel van te eten. Het woord lekker is niet helemaal van toepassing, maar wel het woord voedzaam, krachtig. Zo dreunen in je maag is het. Vuistslag. Warm, maar het is toch wel een knappe prestatie. Als je zoiets kan opeten. Ja, soms zie je een courgette over het hoofd, maar die groeit dan uit tot een reusachtige courgette. Die laat ik dan maar zitten en helemaal uitgroeien, want daar kun je, die kun je heel goed gebruiken om zaad mee te winnen. En als die helemaal klaar is, als die helemaal uitgegroeid is, dan kun je hem eraf halen. Nou, dan krijg je dit, een giga courgette. Die kun je eigenlijk niet meer eten, dat is gewoon allemaal helemaal verhout. In ieder geval, het kan wel hoor, maar echt lekker is die niet meer. Maar hij zit wel als het goed is hoor, want dat weet je van tevoren nooit zeker. Zet die boorden vol met zaad. Dan kun je hem overlangs doorsnijden. Kijk, daar zitten de zaden. Hier heb ik er één. En daar zit het helemaal vol mee. Een krankzinnige hoeveelheid. Dus een één courgette heb je meer dan genoeg om dan volgend jaar weer een nieuwe courgette te zetten. Ja, de natuur is vreselijk spilziek met zaad. Het zit echt helemaal vol, zoals je ziet. Enorme hoeveelheden. En deze zijn ook mooi uitgegroeid. Dit zijn al hele mooie, goede zaden. Dus je hoeft alleen maar een beetje te drogen. En dan heb je zaad voor het volgend jaar. Nou, dan is het einde verhaal courgettes, helaas. Zo. Jongen, 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 het is echt ongelooflijk. Geert Mak heeft het in een van zijn boek, geloof ik, in Hoe God verdween uit Jorwert, erover dat iemand prei gaat plukken. Nou ja, dat is volkomen bezopen natuurlijk, want hoe zou je dit nou kunnen plukken?